jawel. Ook mijn lesplay. De, ik wou zeggen shiders zijn uit. Kleinsteels zijn uit. Dus, wij gaan er even 3 kopen. Nee, ik ga er 1 kopen. Ja. Want ik heb niet weten hoe ik start, maar ze heeft nog vandaag meteen een video op uit komt dat ik moet gaan kopen. Dus we gaan kijken wat leuk is. En dan kopen we dat. En als ik dan denk van, oh, de nieuwe kleuren zijn toch niet zo leuk. Dan koop ik gewoon weer een van die oudere. Ik weet sowieso welke ik ga kopen. Ik doe mijn startlabel uit, dank u wel. Godver. Ja, hallo, test 23. Er zijn hier dus 2 kleidstits. De zwarte en als het goed is de grijze. De zwarte wil ik wel, omdat die op anders lijkt van Brave, die film. Ja, die textures zijn wel echt super leuk. Kijk, die. Ik kan die haartjes zeg maar zien. Straks heb ik gewoon elk paard zo gemaakt. Maar als het goed is, is het deze wat ik wil? Dit is hem. Ik ga hem gewoon halen. Ik heb die andere gezien en die vond ik eigenlijk niet zo. Kijk hoor. Wat is leuk? Ik weet allemaal geen namen meer. Ik heb bijna alles al. Willekeurig. Hot Lady. Cloudwing. Dat is leuke. Cloudwings. Dat vind ik super cute. Lag is real. Oké. We hebben een Clydesdale. Cloudwing. Oké. Toepassen. Ik vind het niet toepasselijk. Ik vind het gewoon grappig. Als ik nu spijt heb ik deze gekocht en niet die bruine, omdat die eigenlijk gewoon super leuk is, dan is het echt van, fuck. Maar weet je, wat zien we dan nog? En laten we het kluitstil. Ik had een hele kleine shire noemen, pakken. Ik weet niet waarom ik een shire wil noemen. Ik ben gewoon gewend dat grote paarden zijn shires. Is wel zo. Oh, mid. Niet doen. Maar als het goed is, heb ik nu geen plek meer, of wel? Even, waarom is die roze? Waar is een ander paard bij de paarden roze? Oké. Het is heel raar. Ze hebben allemaal zo'n roze gloed over zich heen, what the fuck? Wel. Hey Cloud! Oh, wat een leukert! Ik ga een keer setjes zoeken voor al mijn paarden. Ik heb nu tegenwoordig een trainer voor mijn paarden. Aangezien ik zelf geen tijd heb, heb ik iemand uitgekozen die ik dan gewoon mijn paard laat trainen. En dan hou ik goed in de gaten. Is iemand die ik ken. Dus als er iets gebeurt, ja, dat is mijn eigen probleem. Maar weet je, ik heb er geen tijd voor en ik wil toch dat ze allemaal getraind worden. Dus we gaan even lekker sitejes kijken. Kijken wat leuk staat. Die is leuk. Die is ook leuk. Die telkens was het er net niet bij, maar hier ook net niet. Maar die vind ik wel cute. No. Oké, let's go to Fort Pinto om die laatste put te bekijken. En als je de gangen bekijken, gaan we rijden naar Fort Pinto. Dat is wel gaaf. Hij is super lomp. Kijk dan hoe dikkie het is. Oh, die drop is cute. Oké.
Oh, wat leuk. Laat die staart eens zien. Oh, dan komt er zo'n ding. Ja, ja. Knotjes vond ik echt super leuk bij deze staan trouwens. Maar ik weet niet of ik knotjes wil geven aan hem. Kijk dan, hoe leuk. Met een ezeltje. Of helemaal op lange banen. Of zeg maar... twee kanten banen zo. Maar ik denk hem gewoon zo laat. Lekker lomp. En let's ride to for Pinta. Kijk eens hoe leuk die is. Kijk hem dan. Dat hoofdje. Oh my god. Ik heb het nooit met een Star Stable paard nieuwe. Maar ik koop ze wel allemaal, want ze hebben allemaal zeg maar hun eigen uniekheid. En ik vind deze gewoon echt perfect. Er zijn natuurlijk verbeteringen, zoals kruisjes met hele lange manen zijn super mooi. Dat mis ik ook wel, dat je hele langere manen kan doen en dat de manen eigenlijk niet zo heel mooi zijn. Maar weet je, ik vind hem eigenlijk super cute. Ja, misschien dat ik knotjes ga doen. Maar ik weet niet of ik knotjes wil gaan doen, want hij lijkt dan meteen op een ezeltje omdat hij grijs is. En misschien vond ik die bruin eigenlijk wel leuker, maar te laat. La 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 la. Oké, het rijden was niet zo'n leuk idee, want het is, zat leuker, zag er leuker uit in mijn hoofd. En dan spreek, oh ja, hij had een hele lompe stijger, dat was zacht in, hoor je. Oh, wat leuk. Zo'n bammen. Ja, heel sad dat ik geen geluid heb op een Star Stable. Ja, het wordt in ieder geval geen racepaard, maar hij is wel koudbestendig. Dat is heel nice. Let's go on. Die vind ik ook wel leuk. Ja, weet je wat? Ik koop deze gewoon bij, want ik maak maar niet uit. Ja. Open Lord, zo grappig. Als dat kan. Ja. Ik heb er heel veel schijt aan. Oeps, ik heb er twee gekocht. Ja. Ik hoop dat het nog wel een aantal weken duurt voordat er nieuwe paarden uitkomen. En ik heb al eigenlijk alle paarden gekocht die ik wilde hebben. In principe alle ponies. Dus ik heb hem gewoon gekocht. En weet je, het zal wel. Maar nu is de stal echt vol. Dus ik moet sowieso eentje uittrekken om de stal weer helemaal in orde te krijgen. Heb ik trouwens ook al die updates gedaan. Ah nee, ik kan nog eentje doen, maar daar heb ik echt geen starpoints voor. Ze zeggen, ah, jij hebt nog 1000 starpoints. Ja, maar één paard kopen en het is alweer op, weet je. Oeps, ga ik. Met al mijn starpoints. Ah ja. Waarom zet je af? Oh, oké, nou maar. Oeps. Is er peesbeschermers op? Nee. Cute. Oh, maar deze is ook super gaaf hoor. Sorry, maar ik heb echt een zwak voor geplekte paarden. Maar ik wil deze echt een heel ander tuigje op hebben, want ja. Tuigjes. Waarom heb ik dan een setje met je onderweg gehad? Super stom. Dit zijn wat setjes, maar het zijn die setjes die ik bedoel. Ik ga nog meer hoofdstellen. Oh jee. Hoe gaan we ooit iets kiezen voor dit paard? Oh, maar dit is nog niet zo mooi. Waarom heb ik dit allemaal nog? Oh, damn. Oh, maar deze is ook wel grappig. Die staat ook super cute. Schud het niet met je hoofd. Ik wil kijken wat je draagt. Paard. Dat is zo'n boeren basic halster die echt iedereen heeft. Nou, een zadeltje. Dit waren mijn geliefde zadels, was het. Kijk, past deze maar.
Oh, die past er wel bij me. Nog zo'n blauw dekje. Volgens mij heb ik die. Oh, dit is zo cute. Moet ik eigenlijk helemaal erbij passen. Ja, precies. Oh, kijk dan. Oh, wat een lief. Ik vind het ook een heel leuk setje trouwens. Oeps. Nou ja. Let's go. Oh, wat leuk. Super lompie. Kijk hem gaan dan. Oh, kijk eens. Oh, die textures. Ja, ik ben helemaal in love met dit paard. Ja, ik ben blij. Sarcel heeft iets goeds gedaan hier. Oh, wat een leukert. Super cute. Zo cute. Doe eens even. Oh, de lompie. Oh, die animaties. Hij schudt zijn hoofd ook super gek. Zo'n beetje ruw in animaties wel. Echt in het schudden is echt niet zo smooth. Maar ja, weet je. Ze werken er waarschijnlijk nog wel aan. Oh. Oh, wat cute. My god. Zo fucking nice. Oké, sorry, ik ben heel enthousiast hier. Oh, the turbo. Kijk dat hoofdje. Ja, sorry, ik foto's maken. Ja, kijk dan hoe leuk die is. Ik vind hem geweldig. Oké, laten we nog die ander erbij pakken. Of die ook zo leuk is, wat ik zeg. Tuurlijk is die niet zo leuk. Maar ik vind deze is eigenlijk mijn favoriet. Van waarom deze niet heb ik eerder gekocht en die ander niet. Nou ja, weet je, ik wou eigenlijk liever deze. Maar op foto zag die grijze er veel leuker uit. En toen zag ik hem deze rondrennen en was van, oh, dat vind ik eigenlijk niet zo mooi. En toen zag ik hem met en was van, oh my god, ik vind het wel mooi. Ik heb twee strijd met mezelf laten. Ah. Hey, paard. Laten we ook voor jou hebben een blauw setje vinden. Dat vind ik wel super cute. Want ja. Proberen even voor elk beest een setje te krijgen voor mijn trainer. Want dan hoeft hij heel zo moeite te doen voor setjes. Even kijken hoor. Oh, maar deze is leuk, het is een kleurtje. En dan even met zwart. Kom op, zwart. Hallo jongens, aarde en Star Stable. Ah, dan moet ik zo'n iets minder zwarte zadel erbij hebben. Ik weet dat die heb. Dat is oh, die vind ik ook wel leuk. Maar dat is niet die ik bedoelde. Waar is die? Hallo aarde en zadels. Oh wow, die is cool. Die is gaaf. Maar die wordt waarschijnlijk bij dat blauwe hoofdstel. Oeps. Waar is dat zadel? Ik ben hem niet kwijt, dat weet ik. Ik van mijn paarden hem op. Huh? Onyx. Zwart sportzadel. Het is volgens mij hetzelfde als die. Die heeft die. Die heeft ook een piraat. Oh, de piraatzadel. Sportzadel. 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 Die heeft dat zadel. Oké, okay, dat zadel is gewoon weg, denk ik. Oké. Okay. Misschien hier. Ja, hier is die. Ach, het zadel. Oh, dat is mijn gele setje. Maar die kan wel bij de andere zadels. Maakt iets vooruit.
Oh, kijk hoe wat een lieverd het is. Oh ja, wacht, we gaan een andere zadel meenemen om te kijken hoe dat bij het hoofdstel past van het andere kluitstilpaard. Dat was die, ja. Straks overbukt hem een beetje met deze zadels trouwens. Ja. Let's go. Ja. Wat is hier rustig. Oh, of niet? Oh, kijk, dan. Oh, ik vind ze leuk. Ik vind ze geweldig. Oh, die details ook. Oh, ik vind ze leuk. Ik vind ze leuk. Met een ezel. Cute. Dat hoofdje en het ook zo'n snapje op zijn neus. Okay. Maar oké. We hebben de kluitstils gekocht en ik heb er heel lang over gepraat. En ik vind ze ook super leuk. En ja, we kunnen niet zoveel meer doen met de kluitstils. Ja, want we hebben ze nu al. Dus het enige wat ik kan zeggen is... Bedankt voor het kijken en ik hoop dat er nieuwe varianten uitkomen binnenkort. Dat vind ik echt leuk. En misschien ook gewoon ineens een grote paardenverslaving. Dus bedankt voor het kijken en ik zie jullie bij de volgende Let's Play. Doei doei!